Midden in Winterswijk, in de Achterhoek, staat het beeld dat uitdrukt de zorg voor de medemens die in de bezettingsjaren werd opgejaagd. Het beeld werd opgericht ter nagedachtenis van een vrouw, Tante Riek, voor allen die haar kenden. Toen onderduikplaatsen gevonden moesten worden voor jongeren die weigerden voor de Nederlandse arbeidsdienst op te komen en voor Joden die een oproep hadden ontvangen om naar Westerbork te gaan, sprak Tante Riek een gereformeerde predikant uit Overijssel, dominee Frits Slomp. Slomp werd eind 42 al gezocht door de Duitse SD. Ze vertelde dat ze al velen had geholpen, maar ze wist er geen weg meer mee. En toen zei ze dit. Zeg Frits, wij moeten een organisatie stichten. Dat wij die onderduikers een plaats kunnen geven. En nu dacht ik dat jij dat moest doen. Dat je het land door moet. Om de mensen er warm voor te maken. Zeg maar, dat durf ik niet. Waar ik kom, daar tref ik de mensen, daar ga ik heen op de fiets. Maar ik durf niet in de trein te reizen. En toen sprak ze dit. Dit woord wat ik nooit zal vergeten. Ze keek me aan en zegt, kerel, en zou het nou zo erg zijn als jij om het leven kwam en als er duizenden jongens gered werden. Ik heb daar niks meer op kunnen zeggen. In een oorlog wordt in de eerste plaats geproduceerd voor de strijdkrachten. Oorlog betekent voor de burgerij schaarste aan verbruiksartikelen, schaarste ook aan voedsel. Evenals de overheid in andere landen zag de onze het als een belang van de eerste orde dat wat beschikbaar kwam naar billijkheid werd verdeeld. Anders gezegd, gerantsoeneerd. Daarom waren in de herfst van 39, dus nog voor het begin van de Duitse bezetting, alle Nederlanders opgeroepen om in ontvangst te nemen een zogenaamde distributiestamkaart. Ik heb er hier een. Het was een eenvoudige kaart zonder foto. Aan de binnenkant en aan de achterkant waren hokjes waar een kruisje of een stempel in kon worden gezet. Telkens één wanneer je uitgereikt kreeg een zogenaamd inlegvel. Van zo'n inlegvel konden genummerde bonnetjes worden afgeknipt. En met die bonnetjes kreeg je bij de distributiedienst de bonkaarten en de bonnen die je in de eerste plaats nodig had om levensmiddelen te kunnen kopen. Ieder die tijdens de bezetting onderdook moest dus zo enigszins mogelijk de beschikking hebben over een stamkaart en een bijbehorend inlegvel. Nou waren er, helemaal los van een mogelijke oorlog, al aan het eind van de jaren 20, vooral bij justitie en bij de politie, plannen geweest om in ons land een heel nauwkeurig identiteitsbewijs in te voeren. De successieve kabinetten hadden daar niets voor gevoeld. Die plannen leefden vooral bij een hoge ambtenaar, de inspecteur van de bevolkingsregisters, Jacobus Lentz. En in augustus 1940, 3 maanden nadat Nazi-Duitsland ons land had bezet, ging deze meneer Lentz, met machtiging van zijn superieur, de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Frederiks, naar Berlijn om aan de centrale van de SD
het model te laten zien van een door hem ontworpen zogenaamd persoonsbewijs. Ook die naam had hij bedacht. Trots kwam hij terug. De SD had geconstateerd dat dat persoonsbewijs, of PB zoals men het meestal noemde, heel veel moeilijker na te maken was dan het identiteitsbewijs dat in Duitsland gold. Verordeningenblad 34 van 1 november 1940 bevatte onder meer een besluit van de secretaris-generaal Frederiks tot invoering van een als algemeen identiteitsbewijs geldend persoonsbewijs. Allen die 15 jaar of ouder waren, was je jonger dan hoefde je geen PB te hebben, ontvingen in de loop van 1941 een uitnodiging om te verschijnen bij de bevolkingsregisters. Ze moesten meebrengen 2 geheel gelijke foto's. Alle Nederlanders van 15 jaar en ouder moesten zich dus laten fotograferen. Voor heel wat mensen was dat de eerste keer dat er een foto van hen werd gemaakt. Er kwamen hier en daar fotoateliers in de open lucht. En het Bioscoopjournaal deed zijn best het maken van die foto's voor te stellen als een grappige aangelegenheid. En later de uitreiking van de persoonsbewijzen als een nuttige, maar onschuldige zaak. De uitreiking der persoonsbewijzen is te Rotterdam in het Feyenoordstadion begonnen. Daartoe worden van iedere Nederlander vingerafdrukken genomen, zodat vergissingen of verwarringen in de vervolgen niet meer kunnen voorkomen. Wat bij de uitreiking van die PB's zou gebeuren was zo ingewikkeld dat de ambtenaren die ermee belast werden er speciaal voor werden opgeleid. Bij die uitreiking namelijk werden op de keerzijde van de kaart de nodige persoonsgegevens ingevuld. 1 van de 2 meegebrachte foto's werd opgeplakt. Onderaan links kwam de vingerafdruk, rechts de handtekening. En dan werd die kaart als geheel niet bij de gemeente bewaard, maar, dat was een wens van de SD, opgestuurd naar Den Haag. Daar, in het vroegere gebouw Kleikamp bij het Vredespaleis, kwamen de persoonskaarten terecht van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder. 7 miljoen in totaal. Nadat nu die kaart was ingevuld, was het persoonsbewijs aan de orde. Geldig gedurende 5 jaren. Misbruik wordt gestraft. Dit was een PB van een Amsterdammer. A35 was de aanduiding van Amsterdam. En elk PB had een nummer. Het PB met dit nummer was uitgereikt op 9 juli 1941. Alle op die 9 juli 1941 gebruikte nummers waren op een dagstaat vastgelegd. En wilde je dan later een fictieve datum invullen, dan moest je zo enigszins mogelijk te weten komen welke nummers op die datum van uitgifte waren gebruikt. Op pagina 2 kwamen de persoonsgegevens. Kok Jacobus Albertus, geboren 24 november 1902 in Amsterdam. Gehuwd met Den Bak J. Beroep kraandrijver. Op pagina 3 kwam zijn adres en een afdruk rechterwijsvinger. Op een verdere pagina werd zijn foto in het PB geschoven. Daar kwam dan het gemeentestempel overheen en die foto werd aan de achterkant vastgeplakt met een heel moeilijk na te maken zegel. Voor dat plakken werd een kleefstof gebruikt die het ook al heel moeilijk maakte dat zegel af te weken. En dat moest je natuurlijk doen om een nieuwe foto in te schuiven als dat PB door iemand anders zou worden gebruikt. Nu waren die PB's gemaakt uit dun karton, waarop een diagonaal vlechtwerk was gedrukt. En zette je dat recht, dan bleek dat samengesteld uit telkens dezelfde woorden, minuscuul klein, bevolkingsregisters van Nederland. Hield je dat PB tegen het licht, een heel eenvoudige controlehandeling, dan zag je naast elkaar als watermerk 3 de Nederlandse leeuw. Er kwam in april 1941 van Lens, de man die dat allemaal had bedacht, een heel boek uit dat aan dat persoonsbewijs was gewijd. En hij eindigde daarin zijn inleiding met de woorden: mogen het instituut zich inburgeren en alle wegen de waardering vinden welke het verdient. Nou, de SD was opgetogen. Iedere Nederlander zat als het ware vastgeklonken aan zijn persoonsbewijs. En malversaties konden meteen worden vastgesteld. Was bijvoorbeeld een illegale werker gearresteerd die in het PB van iemand anders zijn eigen foto had geschoven,
dan kon de SD in het gebouw Kleikamp de persoonskaart lichten van de iemand anders. En daar zat dan diens foto op. Dan wist de SD, die illegale werker gebruikt een vals persoonsbewijs. Meestal was de controle van de PB's gelukkig oppervlakkig. Maar bij werkelijk grondige controle liep je, tenzij in dat gebouw Kleikamp een valse persoonskaart was geplaatst, altijd tegen de lamp. Dit is het PB dat in België werd gebruikt. De eenzelvigheidskaart. Kinderlijk eenvoudig. Geen controlezegel bij de foto. Geen vingerafdruk. Jacobus Lens was een paar jaar na de bevrijding weer op vrije voeten. Maar er is geen twijfel aan dat zijn verdoemelijk gecompliceerd Nederlands persoonsbewijs duizenden mensenlevens heeft gekost. Met het vervaardigen nu van valse PB's werd eind 1941 in Amsterdam begonnen op het adres Keizersgracht 763 door de schrijver Eduard Veterman, die ook allerlei ander verzetswerk deed. Hij moest diverse listen toepassen om het zetsel bij elkaar te krijgen. Dat watermerk kon hij niet aanbrengen, hij imiteerde het. En zo maakte Veterman, voor die herfst 43 werd gearresteerd, in 2 jaar tijds een kleine 2000 persoonsbewijzen, met hulp van een drukker in Amsterdam, wiens bedrijf nog steeds bestaat. Terzelfde tijd nu als Veterman, maar los van hem, ging Gerrit van der Veen aan de slag. Zijn eerste 100 pb's gingen zonder die leeuwtjes de deur uit. Korte tijd later liet hij papier met leeuwtjes drukken. Die leeuwtjes werden losgeknipt en opgeplakt. De twee helften van het pb werden op elkaar geperst en dan begon het invullen van de veranderde of gefantaseerde gegevens. In 1942, toen de deportaties begonnen, moest ook Jacob Presser onderduiken. Ook hij had dus een vals PB nodig. Ik heb toen eerst contact gekregen met de meneer die mij een persoonsbewijs kwam verkopen voor 350 gulden. En nauwelijks had ik het in huis of hij kreeg angst en eiste dat persoonsbewijs terug. Dat heb ik natuurlijk terug moeten geven, alleen die 350 gulden was ik kwijt. Ik wendde mij in mijn nood tot mijn vriend Jan Romein, die contact had met Sandberg van het Stedelijk Museum. En Sandberg deed me weten dat ik op een goede dag iemand kon verwachten met een nieuw persoonsbewijs. Op een dag wordt er inderdaad gebeld en voor mij staat een meneer, een beetje lang, een schraal, een magere man, die me aankijkt en zegt: Smit. Komt u binnen, meneer Smit? Hij ging aan tafel zitten, hij ruimde alles op, hij zette potjes enzovoort neer. En in een ogenblik tijd was dat persoonsbewijs voor elkaar. En was ik geworden Klaassen, Jacob, Frans, Willem, van beroep onderwijzer. Smit stond op, kijkt nog eens even naar mijn boeken, op zo'n boekenkast en zegt: we zijn nog een beetje collega's, hè? Waarop ik me niet kon inhouden en zei: ja, maar wie bent u dan? Smit. Toen stond hij op, ging hij weg en nou, het was de redder in de nood. De man die zich voor Smit uitgaf was de schrijver Willem Arondeus. Hij was een van de verdelers van die eerste primitieve PB's die de groep van Gerrit van der Veen maakte. Maar van der Veen vond spoedig een Amsterdamse drukker, Frans Duaar. Hij kreeg hulp van een vriend, Wil Vreugdenhil. We drukten zondags, als het personeel natuurlijk niet aanwezig was. En we moesten zorgen dat het personeel ook niet merkte, 's maandags als we op de drukkerij kwamen, dat er gewerkt was. Zodat alles wat we gebruikten weer precies op dezelfde plaats teruggelegd moest worden. Als we rookten, dan deponeerden we de as in het bovenzakje van onze werkjas, zodat er niet op de grond gemorst werd. Frans had een ernstige maagkwaal, maar ondanks dat drukte hij urenlang aan de pers. En elk pp moest 6 keer door de pers. Zo heeft hij gezwoegd om dat eenvoudig persoonsbewijs moest te komen. 2 jaar lang, alle zondagen en dikwijls ook 's avonds en 's nachts. In mei 1944 probeerde Gerrit zijn vrienden uit het Huis van Bewaring in Amsterdam te bevrijden. Bij de schietpartij die daarop volgde werd hij getroffen door een kogel in de rug en hij werd later door de SD half verlamd gevonden. De avond voor zijn arrestatie drukte Frans nog.
Drie dagen later werd hij samen met Gerrit van der Veen in de duinen bij Ogeveen gefusilleerd. Vijf mannen, waarvan twee Gerrit overeind hielden. Frans had 60.000 persoonsbewijzen gedrukt. Wie kregen nu die nagemaakte pb's? Ieder die door de SD of door foute Nederlanders werd gezocht. Illegale werkers, arbeiders die weigerden in Duitsland te werken, maar vooral ook Joden die wilden onderduiken of die al ondergedoken waren. In Amsterdam aan de Prinsengracht, in het pand waarin hij zijn bedrijf had uitgeoefend, had Otto Frank op de bovenste verdieping tijdig een goed gecamoufleerde woonruimte ingericht. Daar had hij, dankzij de hem verleende hulp, met zijn gezin en enkele anderen kunnen onderduiken. Daar schreef zijn dochter Anne Frank haar dagboek. Maar zulk een vorm van langdurig onderduiken in een schuilplaats die je zelf had laten maken, kwam haast niet voor. Regel was het dat Joden onderdoken in niet-Joodse gezinnen. Regel ook dat de kinderen dan werden gescheiden van de ouders. Sommige kinderen, zuigelingen en kleuters, ongeveer 1000, werden in 1942 en 1943 gesmokkeld uit een in Amsterdam tegenover de Hollandse Schouwburg gelegen crash. Ten dele door een groep studenten uit Utrecht. De eerste reacties gaven ons het gevoel dat het een grote reddingsactie zou kunnen worden. Maar toen bleek hoe moeilijk het was. Kinderloze mensen zeiden, bij ons moet u niet wezen, zo'n Joods kind hoort tussen andere kinderen, ook voor de veiligheid. Mensen met kinderen zeiden, bij ons moet u niet zijn, onze kinderen zouden zich kunnen verspreken. Zo'n Joods kind hoort bij kinderloze echtparen thuis. Ik heb eens op een klein dorp een aardig gezin bezocht en er uren gepraat. Mijn gastheer vertelde dat er geen NSB'er woonde en dat er bijna nooit een Duitser kwam. Ik was over kleuters en baby's begonnen. Hij zei dat hij hoogstens een meisje van een jaar of 13 zou kunnen hebben, waarop ik zei dat ik een meisje van 13 jaar had. Hij zei dat het risico op zo'n dorp toch te groot was, tenzij het voor een paar weken was. Ik zei, over 2 weken kom ik haar halen. Hij zei, ik zie er toch maar vanaf. Natuurlijk hebben we ook andere ervaringen opgedaan. Er was een adres waar we 2 jongens mochten brengen en beslist geen meisjes. We hebben er 2 meisjes gebracht. Een tijd later zaten er 7 kinderen, jongens en meisjes, tegelijk. Wie Joodse onderduikers een schuilplaats bood, nam aan, en dat gebeurde in veel gevallen, dat hij bij de ontdekking voor een aantal maanden in een concentratiekamp zou worden opgesloten. Heel veel mensen durfden dat persoonlijke risico niet te nemen. Een van degenen die dat wel deed, was een boer uit Haarlemmermeer, Hannes Boogaert, die op zijn eigen boerderij en die van zijn vader en zijn broers 10 kinderen onderbracht. De Boogaerts maakten voor al die kinderen ook schuilplaatsen. Ik heb kinderen weggehaald bij de ouders vandaan. Van 9 dagen, van 16 dagen, 3, 6 en 9 maanden. Van 1 jaar en 2 en 3 en 4 jaar. Kunt u het indenken? Wat dat voor de ouders geweest is. Om aan iemand die ze nog nooit gezien hebben, waar ze niets van weten, zelfs de naam nog niet, hun kind mee te geven. Of kinderen. Ik heb een gezin gehad van 7 kinderen. Dit was veel erger, dit leed, dan al het gevaar wat eraan verbonden was. Hannes Boogaert, wiens boerderij in zijn afwezigheid 5 maal door de SD werd overvallen, hij moest toen zelf onderduiken, heeft meer dan 300 Joden naar onderduikadressen gebracht. Zo zijn er in het land nog enkele geweest. De meesten die dat onderduiken van Joden organiseerden, hadden al de handen vol aan de kleine groepjes die ze hadden ondergebracht. Wie hen opnam, begon met een paar. En dan kwamen er meestal meer bij. Zoals in de Achterhoek op de boerderij van Johan en Grada Lieverdink, waar als eerste een echtpaar uit Amsterdam onderdook. Johan en Grada vroegen niet naar onze naam. Dat hebben ze achteraf pas gedaan, toen alles achter de rug was. Ze noemden ons een gewoonte van de streek bij de voornaam. We zouden alleen blijven. En toen ik vroeg hoe lang we dan alleen zouden blijven, hoe lang we überhaupt op de boerderij konden blijven, toen zei Johan, nou, dat spreekt vanzelf, bis kriegsende. Maar we bleven niet alleen. Na een paar dagen kwam er een oude Joods echtpaar bij. En weer een paar dagen later. Hun zoon met zijn vrouw. En een oudere man. En weer een paar weken later
kwam er een oude dame uit de buurt. En een paar dagen daarna nog een moeder en een dochter. En op een gegeven ogenblik zaten we in zo'n klein kamertje met 8 man. Er is van die Joodse onderduik 1 authentiek filmpje bewaard gebleven, opgenomen in Amsterdam. Op de verdieping boven het cabaret, waarvan de eigenaar begin 41... toen een troep van de WA in zijn bedrijf trachtte binnen te dringen, de daar aanwezige Joden had beschermd. Voor de latere onderduikers waren de dagen lang, ondraaglijk lang. Je zat binnen, je moest de tijd doden. Je leefde op het nieuws. Dat was in de eerste plaats het nieuws van de Londense radio. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Hoe stond het ervoor aan de fronten? Welke Duitse steden waren in de afgelopen nacht gebombardeerd? Hoe schoten de Engelsen en Amerikanen op in Noord-Afrika? Het ging allemaal zo tergend langzaam. Had de Londense radio belangrijke vorderingen gemeld, dan werd er een kaart bijgehaald. Ja, men bracht het op om in 42 kerstmis te vieren. En op oudejaarsavond, een week later, was er maar 1 wens. Dat het jaar 43 eindelijk de bevrijding zou brengen. Maar 1943 verstreek. Geen bevrijding. En deze onderduikers werden op enkele na, die ze hadden kunnen verbergen, gepakt en gedeporteerd. Hier zijn wat cijfers en feiten. Er zijn enkele duizenden illegale werkers geweest die, zoals Bogaert, niets of bijna niets anders deden dan zorgen voor hun Joodse onderduikers. Op die onderduikers is dag en nacht jacht gemaakt. Aan Ausderfuntens Centraalstelle in Amsterdam was onder meer een groep Jodenjagers toegevoegd, die voor elke Jood of Jodin die werd ingeleverd. U ziet hier een kwitantie uit maart 1943. Er zijn dan 5 personen ingeleverd. Goedgekeurd door de SS-Hauptsturmführer Ausderfunten, uitbetaald kreeg 37 gulden en 50 cent. Geparafeerd door Lages, SS-Sturmbannführer, hoofd van de SD in Amsterdam. 7,5 gulden, volgens de huidige waarde van dat geld zou dat pakweg 75 zijn, per ingeleverde Jood of Jodin. Dat bedrag is later opgelopen tot 40 gulden. En deze groep alleen al heeft in 1943 in 6 maanden tijd 3400 Joodse mannen, vrouwen en kinderen ingeleverd. Van wie een deel op straat was gepakt, bijvoorbeeld omdat ze geen Jodenster droegen. Maar een ander, vermoedelijk groter deel, was ondergedoken en verraden. Van de leden van deze groep Jodenjagers heeft na de oorlog niet 1 de doodstraf gekregen. De Nederlandse bijzondere rechtspleging heeft niet veel rekening gehouden met het Joodse leed. Meer dan 25.000 Joden hebben in ons land kunnen onderduiken. Sommigen steeds bij hetzelfde gezin, anderen telkens weer op de vlucht, bij het ene gezin na het andere, tot 30 verschillende gezinnen toe. Men schat dat er omstreeks 25.000 gezinnen zijn geweest waar men korte of lange tijd 1 of meer Joodse onderduikers in huis had. Van die meer dan 25.000 onderduikers is 1/3 gepakt. Van de ruim 16.000 die het einde van de oorlog haalden, onder hen meer dan 4.000 kinderen, bevond zich, terwijl toch maar 8% van alle Nederlanders gereformeerd was, een kwart in gereformeerde gezinnen. En we voegen hieraan toe dat zich onder de organisatoren van de Joodse onderduik steeds veel socialisten en communisten hebben bevonden. Het is waar dat er naar verhouding uit ons land meer Joden zijn gedeporteerd dan uit andere landen. Maar het is ook waar dat er in ons land naar verhouding meer Joden hebben kunnen onderduiken, vaak langdurig, dan waar ook. Die Joden waren intussen lang niet de enige onderduikers. Daar waren de illegale werkers, van wie een deel ondergedoken leefde. Daar waren de jongeren die weigerden op te komen voor de arbeidsdienst. De studenten, de oud-militairen, de arbeiders die weigerden naar Duitsland te gaan. Allen bijeen tot september 1944,
op de laatste fase van de bezetting die dan begint, komen we in een aparte uitzending nog terug. Meer dan 200.000 onderduikers. Die onderduikers zijn opgevangen door talloze kleinere zogenaamde verzorgingsgroepen. Maar er was één grote, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, de LO, zoals ze werd genoemd. De grootste illegale organisatie die ons land heeft gekend. Die LO vond benodigde grote rivieren, een van haar oorsprongen, er zijn er meer geweest, in dat ene gesprek in Winterswijk tussen tante Riek, Helena Theodora Kuipers-Rietberg. Ze is in 1944 gearresteerd en omgekomen in het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück. En die ene predikant, dominee Slomp, die in Winterswijk was komen spreken en tegen wie tante Riek had gezegd: kom morgen eens bij me langs. Toen ik bij haar zat, zo'n weerskanten van de haard, waar ik nu ook bij zit, zegt ze tegen mijn kerel: ik zit verlegen. Onze jongens moeten naar Duitsland toe en dat kunnen we toch niet verdoen. Ik zit verlegen met een hele hoop Joden die moeten onderduiken en ik weet daar geen weg meer mee en wat ik ermee aan moet. En toen ik hier gisteravond hoorde spreken, en toen dacht ik bij mezelf: ik heb mijn man gevonden. Wij zitten hier mee. Ik heb hier en daar al jongens laten onderduiken. Ik heb Joden opgeborgen. Maar je weet er uiteindelijk geen weg meer mee. Zeg Frits, wij moeten een organisatie stichten. Dat wij die onderduikers een plaats kunnen geven. En nu dacht ik dat jij dat moest doen. Dat je het land door moet. Om de mensen daar warm voor te maken. Zeg maar, dat durf ik niet. Waar ik kom, daar tref ik de mensen, daar ga ik heen op de fiets. Maar ik durf niet in de trein te reizen. En toen sprak ze dit. Dit woord wat ik nooit zal vergeten. Ze keek me aan en zegt: kerel, zou het nou zo erg zijn als jij om het leven kwam en als er duizenden jongens gered werden? Ik heb daar niks meer op kunnen zeggen. Dominee Slomp, Frits de Zwerver, zoals hij ging heten, ging het land doortrekken en begon samen met anderen een organisatie op te bouwen die aan de ene kant de namen en adressen verzamelde van personen die wilden onderduiken en aan de andere kant de adressen waar ze konden worden ondergebracht. Die gegevens werden eerst landelijk uitgewisseld in clandestine bijeenkomsten op een zolder boven de consistoriekamer van de gereformeerde Zuiderkerk in Zwolle. Later rechtstreeks door de districtshoofden van de LO onderling. Pas in de zomer van 1943 werd die LO echt een landelijke organisatie, omdat toen katholieke verzorgingsgroepen van bezuidende grote rivieren aanhaakten. In het hele land kreeg de LO, die meer dan 10.000 illegale werkers ging tellen, ongeveer 100 districten. Er gingen onvermijdelijk enorm veel stukken heen en weer. Daarvoor zorgden 100 koeriersters. Ook die LO heeft zware verliezen geleden. Van haar voor september 1944 gearresteerde medewerkers zijn er meer dan 500 omgekomen. Maar zij is het geweest die voor de meesten van die meer dan 200.000 onderduikers onderduikadressen heeft gevonden. Bijna steeds in andere gezinnen. Hoe kwam die LO nou voor al die onderduikers aan bondkaarten, aan persoonsbewijzen en andere paparazzen? En, want dat was nodig als er kostgeld moet worden betaald, aan geld. Een deel van die bondkaarten werd, maar pas na die grote staking in de lente van 1943, aan de LO en de andere verzorgingsgroepen toegespeeld door met de illegaliteit samenwerkende ambtenaren van de gemeentelijke distributiediensten. Zo kwamen op den duur per maand wel 60.000 bondkaarten ter beschikking. Niet voldoende, want er waren al voor september 1944 meer dan 200.000 onderduikers.
De rest van de bonkaarten werd buitgemaakt. Buitgemaakt door de met de LO samenwerkende zogenaamde knokploegen, de KP's. Kleine ploegen van 6 tot 15 mannen die overvallen gingen uitvoeren. Eerst op politiebureaus om een paar wapens te bemachtigen. En vervolgens op transporten van distributiebescheiden. Als die tenminste een niet al te zware politiebewaking hadden. Verder op distributiediensten, op gewestelijke arbeidsbureaus om de arbeidsinzet in de war te sturen, op bevolkingsregisters. Meer dan 40 van die bevolkingsregisters werden door de knokploegen gekraakt, zoals dat heette. In een gemeente in Noord-Holland werden de kaarten in een stal verborgen, in een dorp in de Achterhoek in de grond gestopt, zodat ze na de bevrijding moesten worden opgegraven. En die KP's voerden tenslotte, dat was na het liquideren van verraders de moeilijkste taak, als makkers werden gegrepen, overvallen uit op gevangenissen. Dominee Slomp zelf is in de lente van 1944 bevrijd uit de koepelgevangenis in Arnhem. Alleen al voor september 1944 heeft het illegale werk van de 600 KP'ers aan 1 op de 4 het leven gekost. Zwaar getroffen werd vooral hun landelijke leiding, de zogenaamde top-KP of top-LKP. Daarin vinden we in de periode mei 43 tot september 44 een tuinder uit het Westland, Leendert Valstar, illegale naam Bertus. Een boer uit Zuid-Drenthe, Johannes Post. Een notarisklerk uit Kampen, Isaac van der Horst. Een bakker uit Kampen, Hilbert van Dijk. Een vertegenwoordiger uit Naarden, Theo Dobbe. Alle 5 omgekomen in de illegale strijd. En als 6e en enige overlevende een korporaal van de politietroepen, Liepke Scheepstra. Dr. Lou de Jong sprak met hem in 1963. Hebt u nog een bepaalde herinnering aan de laatste vergadering die door de andere leden van de top-LKP is bijgewoond, die kort nadien het leven verloor? Ja, inderdaad. Dan denk ik aan de overval op de koepel in Arnhem, waar Frits de Zwerver bevrijd werd. Welke bevrijding wij gevierd hebben ergens in Arnhem, op een bovenverdieping. Daar was Johannes Post, daar was Hilbert, daar was Sjaak en daar was ook Bertus Valstar. We hebben daar heerlijk yoghurt gegeten. Nou, en als slot vertelde Bertus: jongen, ik wil ter verhoging van deze feestvreugde jou vertellen wat mij bezighoudt. Laat mijn vrouw in verwachting zijn na 14 jaar. De volgende vergadering was Bertus er niet meer. En dan leggen we naast die getuigenissen over het werk van al die verzorgingsgroepen, speciaal van de LO-LKP, dit navrante en onthullende document. Een nota van de Nederlandse secretaris-generaal Hirschfeld, gaande over de zwarte handel en daterend uit augustus 43. Hij wees er daarin op dat het distributiestelsel een geheel was van ingewikkelde organisaties. Leest u even mee. Dat de hier en daar hier te landen heersende verzetsgeest deze organisaties tracht te belemmeren of te verstoren is bekend. Inderdaad, de knokploegen hadden toen hun eerste overvallen uitgevoerd. Ik citeer verder. De overvallen op distributiekantoren hebben mij bijvoorbeeld aanleiding gegeven van de Nederlandse politie te verlangen dat distributiekantoren bewaakt en transporten beschermd worden. Het ingrijpen van Duitse politieorganen was nodig om deze maatregelen door de Nederlandse politie te doen aanvatten. Want die Nederlandse politie werd steeds weerbarstiger. We hebben hier dus een Nederlandse secretaris-generaal die de SD en de Ordnungspolizei inschakelt om de verzetsgeest te breken. Het is hem niet gelukt. Het zijn de knokploegen geweest die voor de leiding van de LO elke maand de tenslotte meer dan 150.000 bonkaarten wisten buiten te maken, die gevoegd konden worden bij die welke clandestien, achterom, zoals dat heette, van de distributiediensten waren verkregen.
Het waren grote groepen ambtenaren die bij zo'n distributiedienst werkten. U ziet hier een Amsterdamse groep. De meesten deden gewoon hun werk. Maar als er hier, of onder het personeel van de bevolkingsregisters en van de gewestelijke arbeidsbureaus, maar een paar waren die wat durfden, en die waren er na de grote stakingen, de lente van 43, dan was de illegaliteit en dan waren de onderduikers in voldoende mate geholpen. De bezetter heeft voortdurend geprobeerd al die onderduikers in handen te krijgen. Doordat hij van de bevolkingsregisters en van de gewone politie niet meer de medewerking kreeg die hem in de eerste drie bezettingsjaren was verleend, moest hij er, naast de ordnungspolizei en soms ook de Waffen-SS-eenheden, aparte formaties voor oprichten. Behalve de jodenjagers, die ik al noemde, groepen die speciaal personen trachten te vinden die zich aan de arbeidsinzet hadden onttrokken. En de leden van die groepen kregen 3 gulden per ingeleverde arrestant. En ook de hoofdzakelijk uit NSB'ers bestaande landwacht. 10.000 man. Een ordeloze troep, gedeeltelijk bewapend met jachtgeweren, die dan ook spoedig werd aangeduid als het Jan Hagel. Door zulke formaties werden hele drijfjachten gehouden op het platteland. Joden die ontdekt waren, verdwenen dan naar Westerbork. Personen die zich aan de arbeidsdienst hadden onttrokken naar het concentratiekamp in Amersfoort en dan vandaar naar Duitsland. En illegale werkers werden overgedragen aan de SD. Vaak vond ook controle plaats bij het uitgaan van bioscopen of bij voetbalwedstrijden. Deed bij zo'n wedstrijd, zoals hier op het PSV-terrein in Eindhoven, het bericht de ronde ze zijn weer komen controleren, dan stroomden de tribunes leeg. Maar dan werden toch bij de uitgang de persoonsbewijzen en eventueel ook de paparazzen die aantoonden dat men vrijstelling had van de arbeidsinzet zorgvuldig nagekeken. Nu, dat namaken van officiële papieren en van alle stempels en handtekeningen die daarop nodig waren, nam na de grote staking van lente 1943 een enorme vlucht. Honderden bedrijven, drukkerijen, clichéinrichtingen, stempelfabrieken verleenden daarbij medewerking. Er was 1 clichéinrichting in Amsterdam die soms per dag 200 clichés voor de zogeheten falsificatiegroepen maakte. Zoiets was nooit het werk van het hele bedrijf, maar alleen maar van die werkkrachten die met de illegaliteit in verbinding stonden. Al dat werk is in de hongerwinter voortgezet. Wellenstein, Edmund Peter, die tot de leiding behoorde van een belangrijke illegale groep, had toen een verklaring op zak van de bevelshaber der Sicherheitspolizei und SD zonder commando Frank, een aparte SD-groep in Zuid-Holland, ten bewijze dat hij tot die groep behoorde, met Franks gestempelde handtekening en met nog 2 andere stempels erop. Maar hij had tegelijk een legitimatiebewijs op een andere naam, als opperwachtmeester der staatspolitie, waarop hij in uniform was afgebeeld en dat eveneens naar behoren was gestempeld. Al die paparazzen, al die stempels waren nagemaakt. Ik heb hier een hele stempelcatalogus uitgegeven door de falsificatiecentrale van de LO. Alle nagemaakte stempels waren genummerd en een illegale groep die bepaalde stempels nodig had, hoefde alleen maar de nummers op te geven en dan kregen ze die stempels door koeriersters bezorgd. Stempels bijvoorbeeld van de gewestelijke arbeidsbureaus. Alle soorten stempels van het Reichscommissariaat. Stempels ook van handtekeningen, zoals Romeinse 1:52, de handtekening van Aus der Funten. Dit illegale werk, maar vooral ook de hulp aan onderduikers, heeft natuurlijk veel geld gekost. Er is clandestien geld ingezameld, bijvoorbeeld voor kunstenaars die aanmelding bij de cultuurkamer weigerden. De kaders van de verboden politieke partijen zamelden geld in voor partijgenoten die in nood verkeerden. De katholieke kerk bracht met collectes het voor die tijd astronomische bedrag van 15 miljoen gulden bijeen in het zogenaamde Fonds voor de Bijzondere Noden. De Nederlands Hervormde Kerk eenzelfde bedrag. En ook de andere protestantse kerkgenootschappen lieten zich niet onbetuigd. De communistische partij, de CPN, had een eigen zogeheten solidariteitsfonds. Ook aan elk illegaal blad
vloeide geld toe. Maar dat hele financiële aspect van het illegale werk, en speciaal ook van de hulp aan onderduikers, is op een hoger plan getild door een illegale organisatie zoals die in heel bezet Europa alleen in ons land heeft bestaan. Een organisatie die niets anders deed dan geld inzamelen voor de overige illegale groepen, voor de onderduikers en voor alle gezinnen van illegale werkers of onderduikers die zonder inkomsten waren komen te zitten. Die organisatie was het Nationaal Steunfonds, het NSF. De centrale figuur daarin was Walraven van Hal, een bankier uit Zaandam. Zijn idee was het om bij banken, verzekeringsmaatschappijen en andere ondernemingen grote bedragen te lenen. Bedragen die, zei hij, na de bevrijding door de regering zouden worden terugbetaald. Dat vergde een goede administratie. Voor alle leningen werd dus een kwitantie verstrekt. En die lening werd dan aangetekend in een register. Voor lening 466E is als kwitantie afgegeven het muntbiljet van 1 gulden, genummerd AM94207. Leningbedrag 500. Dat wil zeggen 500.000 gulden, een 500.000. De onderneming die na de bevrijding dat muntbiljet zou tonen, en dat was een kwitantie die nooit de aandacht van de SD zou trekken, zou dat 500.000 kunnen terugkrijgen. Omgekeerd werden ook kwitanties getekend door iedere onderduiker of illegale groep die van het Nationaal Steunfonds geld kreeg. Dat geld ging in pakken bankbiljetten door het hele land. Het NSF ging bijna 2000 illegale werkers stellen. Rechtstreeks heeft het NSF aan bijna 20.000 onderduikers, onder wie 8000 Joodse, geld doen toekomen. Maar daarnaast zijn miljoenen bedragen naar de LO en de andere verzorgingsgroepen gegaan. Het eerste stuk waaruit bleek dat de regering in Londen het NSF inderdaad tot zijn uitgaven machtigde, kreeg Van Hal overigens pas begin 1944... in de vorm van een brief ondertekend door minister-president Gerbrandy, waarin gezegd werd dat voorlopig beschikt wordt, mocht worden dus, over een bedrag van ten hoogste 10 miljoen gulden. Die eerste machtiging, verkleind tot een microfoto die was verstopt in een manchetknoop, is door een geheime agent meegenomen uit Londen. En er moesten andere machtigingen op volgen, want het Nationaal Steunfonds heeft tot aan de bevrijding meer dan 100 miljoen gulden uitgegeven. Dat is huidige waarde ongeveer 1 miljard. De SD heeft dat NSF nooit kunnen uitschakelen. Hij heeft er wel grote gaten in geslagen. Meer dan 80 van zijn illegale werkers zijn doodgeschoten of omgekomen in concentratiekampen. Walraven van Hal zelf, die al enkele jaren door de SD werd gezocht, is in februari 1945 dicht bij Haarlem gefusilleerd. De hulp aan onderduikers is een van de belangrijkste vormen van illegaal werk geweest. Het was een hulp die spontaan tot stand kwam en uitgebreid werd, praktisch zonder bemoeienis van de kant van de regering in Londen. Nog de Nederlandse, nog de Britse geheime dienst heeft ooit de persoonsbewijzen goed kunnen namaken. De steun uit Londen is beperkt gebleven tot die eerste machtiging en volgende machtigingen aan het Nationaal Steunfonds en, maar pas in april 1944, tot een precisiebombardement op dat gebouw Kleikamp in Den Haag, waar, u herinnert zich, die 7 miljoen ontvangstbewijs en persoonsbewijs waren geconcentreerd. Kleikamp werd zwaar getroffen. Maar van die 7 miljoen ontvangstbewijzen, allemaal opgeborgen in stalen kasten, was maar 1/3 vernietigd. Onder de 60 ambtenaren die door het bombardement om het leven kwamen, waren nu juist degene die van binnenuit alle mogelijke steun gaven aan het illegale werk. Als nu de hulp aan de onderduikers heeft betekend dat talloze levens, ook die van 16.000 Joodse medeburgers, zijn gered en dat aan Nazi-Duitsland 300.000 arbeidskrachten zijn onthouden, dan moet men zeggen, dat heeft er naar verhouding kleine Nederlandse illegaliteit en dat hebben de honderdduizenden die haar hielpen, binnen ons volk als geheel, een minderheid, op eigen kracht gedaan. Kijk, in andere bezette landen van Europa
waren bergachtige streken waar men gewapende strijdkrachten kon vormen. Elk die dat wenste, kon daarheen gaan en zich aan de macht van de vijand onttrekken. En zoiets was in ons vlakke land met zijn fijn vertakt wegennet niet mogelijk. Zeker, hier en daar zijn wel in de bossen hutten voor onderduikers gebouwd, soms ondergrondse, die dan van bovenaf waren afgedekt. Maar wie zich zo schuilhield, of dat nou was in het veld of in een Zuid-Limburgse grot, had steeds hulp van buiten nodig. Al dergelijke schuilplaatsen heeft men moeten opgeven of ze zijn ontdekt. Wilde je onderduiken, dan kon je in ons land maar één ding doen. Schuilgaan in de plooien van de samenleving. Maar dat was alleen maar mogelijk door steun van de illegaliteit en haar helpers. En die steun is onder zenuwslopende spanningen geboden. Niet door de autoriteiten, zij die wat durfden, niet te nagesproken, maar door eenvoudige mannen en vrouwen, door naamlozen toen. Door onbekenden. Door ten dode opgejaagden. Maar die in die jaren van naziterreur zich ontpopten als gedreven helpers van mensen in nood.